Vrijdagavond 20 juli, op de eerste Blauwe Bogendag van het jaar, vond de traditionele bungee-roeien plaats bij de Blauwe Bogenbrug in Dalfsen. Het was de bedoeling om met een roeiboot, dat vast zat aan de elastiek, zo ver mogelijk de vecht op te komen. Zoals u dat allemaal weet, daar staat natuurlijk vanaf 1231 al op de kaart. U met u allen hier naartoe bent gekomen. Maar u gaat straks kijken naar de zesde editie van die hele mooie zesde flink veerkrachttrofee. Nou, die veerkrachttrofee die is natuurlijk in 2006 gewonnen door Iwata, 2007 door Iwata, in 2008 door bouwbedrijf Bongers. Van de eerste sessie van 3 games en een beste prestatie van de tweede sessie. En die tellen we bij elkaar op. Okay, ja, dat zit wel goed toch, hè? En dan moet je kijken dat natuurlijk ook de man vooraan. Zeg je nou links en rechts, is er ook slag en boeg? Bestaat dat? Ja, dat bestaat. Waar zit de slag? De roeiers die dicht bij de stuurvrouw zitten, dat zijn de slagroeiers. Oh, dat zijn de slagroeiers. De andere? Die zijn ook heel belangrijk, die slagroeiers, want alle andere roeiers kunnen die slagroeiers zien. Die moeten die slagroeiers natuurlijk zien die voorzitten. En de rest die gaat zo er tussendoor, als u dat niet erg vindt, chauvinisme. Dus, we waren op de Olympische Games van Dallas, hoor. En het is een mooi gevecht, jongens, vanavond. Je kunt het aan het roeien wel zien hoor. Hoe is de kwaliteit? Ik denk dat een goed team daar overheen gaat. Ja. Gaan jullie ook nog een keer roeien? Nou, tijd door je nog een keer ertussendoor even dat ze terugkomen. Ja, ja. En hoe is het met de stuurvrouw? Is de stuurman, stuurvrouw, is dat vaak in de positie van de stuurvrouw? Want met roeien gaan om de lichtste. Maar dat maakt hier niks uit. Dat maakt niet uit. Voor de stuurman of stuurvrouw is het heel belangrijk dat je team kan inspireren. Oké. Wij komen de wedstrijd. Even kijken. Jongens, het gaat goed. Jullie zitten in de plus. 33. Jongens, hoe is het? Hoe gaat het met jullie? Want jullie zijn jullie al uitgefeest naar een 25-jarig bestaan? Ja, zeker. Maar dat was in mei, hè? Ja. U bent de vissing. Ze hebben ook een dimmerdansen in Drachten. 25 jaar. Kortom. Ja, een roei. Ah, ja, 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 ja. Oh, kijk. Dat is wel, ja, ja. Het is wel, het gaat niet helemaal synchroon, maar ze komen er wel in, hè. Ze komen er wel in. Het is de eerste keer, mag je natuurlijk zeggen. En weet je, ze zetten wel eens met dat beko zeker op weg. Maar die is wel zeker op het water, maar dat is heel iets anders, hè. Dat is heel iets anders dan zeker op weg. Was het voor de eerste keer? Nou, ik heb gezien dat sloeproeien ook gevaarlijk kan zijn. Ik zou er niks, daar stelt niks voor, maar als ze speelden, was hij niet weg te branden. Kortom, zij spelen op 8 september in de Trefboelen het laatste concert in hun optreden. Niks, je mag het niet missen. Dalfsen Bierfestival. Beide overmonden met dat. In de eerste serie, 33-40. Dus jullie zijn op 66 meter. De aanvloed afbreken de toys. En weet je wat het mooi is? Want de ene die ligt in de boot afbreken, en zo te afbreken. Dat is een beetje ver, hè? En dan is het heel ver achterover te gaan. En ook naar ver achterover te gaan. Dat kunnen ze hier wel, dat is toch normaal, dat ze heel ver achterover. Daar staat een heel groot scherm bij de trekvoelen. En dan kun je op diverse locaties op het parcours kun je zien wat er gebeurt. Dus je kunt alle atleten. Nou zie je, op een vierde plaats. Mag ik een applaus voor dat Beko met 32 stappen. Ja! Op een schitterende vierde plaats. Prins. Een tweede plaats. En weer een tweede. Ja. Pardon, het is de Joop Zoetemelk onder de bungee-roeiers. Beko, ze zijn in het begin. Ja, dames. En hij is eigenlijk wel de Julius Caesar van de roeiers, hè? De kaas ging uit.